Met grote scheppen en veel aarde heeft de Triangel vandaag een groot aantal bomen geplant rond de school vanwege Boomfeestdag. De school werd geholpen door wethouder Jean van der Hoeven, dat de gemeente 3 van de bomen heeft geschonken aan de school. De bomen komen vanaf het centrum. De speelplaats voor de school was, na de verbouwing van een jaar geleden, nogal kaal. Dat moet nu gaan veranderen. Er is gekozen voor een natuurlijk spelen, dus veel heuvels, oude stammen die je hergebruikt. En wij hebben als gemeente gezegd van nou, wij hebben bomen over. Die komen van een plek voor de Grote Kerk in de Nieuwstraat. Die moesten daar weg en die hebben we hier teruggeplaatst. En dat is gewoon een mooie manier om goed met je bomen om te gaan. Ja, we hebben natuurlijk een prachtig schoolgebouw, maar we wilden ook een aantrekkelijk plein hebben voor de kinderen. En ja, dat ontstaat nu echt op een fantastische manier. We zijn heel blij met die gift van de gemeente. We hebben hier 3 prachtige bomen die elders weg moesten. Nou ja, die hebben hier een prachtige bestemming. We hebben ook een boom op het kleuterplein gekregen. En we zijn zelf ook nog van het Schelf van Jantje Beton een aantal bomen vandaag aan het planten. Ja, dat doen de kinderen hier fantastisch. Het wordt weer een mooi groen schoolplein. Het wordt een prachtig groen schoolplein.